Ja, daar zijn we. Nou, van harte welkom. Zou je misschien even willen voorstellen? Ja, ik ben Roline, al vele jaren lid van de mooie gemeente Morgenstond. En vanaf 2009 was ik weduwe, maar sinds 1,5 jaar getrouwd. Gelukkig getrouwd met Fred Pathuis. Kijk eens aan, kijk eens aan. Hey, en Roline, wat is de impact van het coronavirus op jouw dagelijks leven? Je kan de kinderen en de kleinkinderen hè, nu minder vaak zien en knuffelen, dat hè, mag helemaal niet. En ook gedurende deze coronatijd zijn er twee kleinkinderen van Fred geboren. Nou ja, en vanwege onze leeftijd, risicogroep, daar behoren we toe. Dus hebben we dat maar ook even moeten uitstellen. Ja, en waar ook de hele gemeente last van heeft, is namelijk niet meer samen kunnen komen. We missen de mensen zo, hè? Samen de Heer loven en prijzen. Ja, en wat voor impact. Ja, dat is ook zo dat we vrijwilligerswerk doen. Bij Stichting Opwekking, de oud-gedienden, die dan her en der in het land wonen, dat we ze dan voorlopig ook niet meer kunnen bezoeken. Dat kan je alleen maar telefonisch doen, een kaartje sturen. En nu zouden we dan kunnen we ook niet meer naar Walibi. Hè, om mee te helpen aan de opbouwweek, waar we dan de caravan zouden van de stalling zouden halen, klaarmaken. En dan zondag na de samenkomst naar opwekking gaan. Maar ja, goed, we kunnen straks. Van dat digitale gebeuren, de diensten, daar kunnen we dan van gaan genieten. Ja, dus het heeft toch wel impact op heel veel dingen in ons leven. De dingen die je graag wil doen. En wat doet het met je? Waar vind je steun in? Je wordt eigenlijk door dat corona gebeuren, word je echt met de neus op de feiten gedrukt, dat alles niet meer zo vanzelfsprekend is. Dat weet je wel, maar je staat er niet elke dag zo bij stil. We bidden al heel lang voor de broeders en de zusters hè, die in landen die het veel moeilijk hebben, de vervolgde kerken. We doen dat ook met de gebedskalender van Open Doors. En dan merk je nu in deze tijd. Dat die vrijheid die wij hebben, waarin wij leven, en dat je dan meer gaat voelen, of eigenlijk dat je je meer ook aan gaan, dat je een beetje kan voelen wat die mensen in die landen meemaken. Dat ze niet in die vrijheid leven. Kijk, wij hebben hier wat beperkingen, maar onze vervolgde broeders en zusters, hè, die moeten altijd overal om zich heen kijken. En dan beseffen we. Hoe dankbaar ik mag zijn dat we hier in Nederland wonen. En dat we dus in alle vrijheid mogen leven en dat we het ook toch goed hebben. Wat kan jij meegeven aan de gemeente ter bemoediging? Ja, aan de gemeente. Kijk, God is een waarmaker van zijn woord en een verhoorder van onze gebeden. Dat ervaren Fred en ik nu echt heel duidelijk. En lang geleden kreeg ik van een oude zuster, echt op haar sterfbed. En wat ze me ook zei, dat was net een paar uren voordat ze stierf. En dat woord, dat gold echt ook voor mij als een woord van de Heer. Want ze vroeg me heel direct, wie wil je zijn? Een Martha of een Maria? Ja, en aangezien ik echt veel meer weg heb van een Martha. En de Heer zelf in zijn woord aangaf dat Maria het beste deel gekozen had om aan zijn voeten te zitten. Heb ik dus toen ook besloten om meer Maria te zijn. Dat we dagelijks tijd nemen om structureel, elke dag sinds we getrouwd zijn, om samen Bijbel te lezen, het woord te onderzoeken.
te overdenken, ons hart te mogen openen voor de Heer, te luisteren naar zijn stem en hem te aanbidden en ook voorbeden te mogen doen. En we hebben ja, ook mogen ervaren dat, dat God ook altijd, dat God ook hoort. We hebben voor Fred zijn zoon en schoondochter mogen bidden, die toen te horen hadden gekregen dat ze geen kinderen konden krijgen. We hebben dagelijks hebben we ze voor Gods troon gebracht en het is zo geweldig, want in die coronatijd, in eind maart, hebben ze een prachtig gezonde dochter gekregen en daar zijn we God zo dankbaar voor. Dus zo zien we dat God, hij hoort en hij verhoort. Ja, en gisteren ook, toen lazen we Psalm 131. En daar werden we beide, hè, echt bij bepaald dat we nu in die rust mogen leven. Als een gespeend kind bij de vader op schoot. En dat was, ja, zo mooi om te mogen weten. En ja, dat is ook als het ware wat ik ook aan de gemeente zou willen zeggen, eigenlijk aan al mijn broers en mijn zussen. We mogen onze hoop op die God blijven stellen. Ook nu, juist in deze coronatijd. Mm-hmm. Ja, dank je. Heel wijs woord. Ja, en daar komt ook een heel stuk levenservaring bij, dat hoor ik wel. Ja. Ja, je hebt dat moeten leren. Ik zeggen, heel veel meegemaakt, yeah. Maar altijd samen met de Heer. Ja, ja, ja. Ja. Waar kan je beter zijn? Hè? Wat zeg je? Waar kan je beter zijn? Ja, dan bij hem alleen. Precies, ja. Hey, heb je misschien ook nog een lied wat jou in deze tijd heel veel doet? En waarom heb je dat uitgekozen? Ah, weet je, ik hou ontzettend veel van zingen. En het is zo geweldig, want ik heb een man nu aan mijn zij die ook echt altijd graag mee zingt. En het lied, hè, dat ik, ja, ik zing verschillende liederen. Bijvoorbeeld, Groot is uw trouw, o Heer. Maar nu in deze tijd is dit lied van Jezus Overwinnaar echt het lied wat ik mag zingen. Ook juist omdat ik in mijn leven zelf heb ervaren in de moeilijkste, meest moeilijkste omstandigheden, heb ik uiteindelijk toch ook altijd mogen overwinnen. En niet dat ik het zelf heb gedaan, maar dat ik heb gezien dat God me altijd toch de overwinning heeft gegeven. En daar ben ik zo van overtuigd dat, dat ik daarom ook geen vrees, en we hoeven ook daarom geen vrees te, ons eigenlijk ook geen vrees te laten aanjagen voor het coronavirus. Maar dat Hij uiteindelijk ook de overwinnaar zal blijken zijn. Amen. En daarom zing ik ook Jezus Overwinnaar. Amen. Ja, geweldig. Nou, Roline, heel erg bedankt voor dit gesprek. En ik wens jou en Fred buitengewoon veel zegen toe en Gods bescherming. Dank en dat je. Ze elkaar weer snel weer in levende lijven mogen, ja, aantreffen. Hm? Dat hoop ik ook. Jij hartelijk dank. En jij ook veel zegen toegewenst, Marco. Dank je. Dus